wat we uiteindelijk willen is dat deze mensen succesvol worden. Ze hebben allemaal ideeën om een bedrijf te beginnen wat de wereld verbetert. Generatie Flux, Flex of ZZP. De labels verschillen, maar steeds wordt er gesproken over een generatie die het voor het eerst sinds de oorlog niet beter zal krijgen dan hun ouders. Maar is dat wel zo? Want wat houdt beter in? Kan er over beter anders gedacht worden dan in termen van carrière, inkomen, tijd en vrije tijd? Hoe ervaart deze generatie de crisis en welke nieuwe waarden, dromen en vergezichten openen zich voor hen? Dit is wat u te wachten staat. Oh, zo lekker. Iedereen maakt er wat van. Ik ben denk ik elke dag ben ik al een paar keer werkeloos. Toch? En ik vind ook elke dag vind ik weer een paar keer mijn baan. Ik hoop dat mensen over 100 jaar terugkijken op deze tijd. En dat ze denken, wat een waanzin dat het geld dat er was op die manier verdeeld werd. Ja, mijn moeder zegt altijd, ja, je moet denken aan je pensioen. En ik denk, ja, jij hebt gedacht aan je pensioen en nu heb je bijna geen pensioen. Dit is Tegenlicht. Welkom bij de mensen van nu. Tegenlicht maakt een momentopname van een generatie die volwassen wordt in de onzekerheid van een crisis. Maar nieuwe vormen vindt voor leven, werken en dromen. Sometimes when this place gets kind. Maak kennis met deze generatie die onmogelijk in één hokje te stoppen is. Ook al is dat nu net wat marketeers en politici vanaf het moment dat wij op de wereld komen voortdurend doen. De westerse mens lijkt slechts gedefinieerd te worden door zijn rollen als consument en schakel in het productieproces. Als er iets is dat de mensen die u gaat ontmoeten bindt, is het de overtuiging dat dat een achterhaald idee is. Hier zijn ze, de mensen van nu. Omstandigheden waarin ik ben opgegroeid waren gewoon echt onbezorgd. Gewoon groei, zeg maar. Eerst hadden we zeg maar dropjes, toen hadden we koekjes, toen hadden we zeg maar allemaal luxe dropjes, koekjes. Eerst hadden we sinaasappelsap, toen hadden we daarna cola en toen hadden we zeg maar steeds meer soorten chips. Dat is een beetje de definitie van mijn jeugd, zeg maar. Steeds meer soorten chips. Mijn eerste heftig traumatische politieke herinnering is het verhaal van de zure regen. En de postertjes die bij ons thuis hingen van soort van zieke groene kikkertjes die dan zich een weg baanden in een soort van betonnen woestenij die dan de stad was. He, dus echt de natuur die het aflegde tegen de moderniteit. Ik heb een heel aantal nachtmerries gehad over een machine. Een enorme machine, onnoemelijk groot, die niet te stoppen is en die achter me aan zat. Gewoon zo groot als een stad of zo groot als een land. Een machine zo groot als een land die achter me aan zit en Ik werd badend in het zweet en huilend wakker. En ik denk dat het ook te maken gehad heeft met die ramp in Tsjernobyl. En ook met het idee van hoe kunnen we dit enorme monster wat die maatschappij geworden is, hoe kunnen we dat stoppen of een andere richting inbrengen? Als ik terugdenk aan hoe ik in de grondverf ben gezet, is dat een soort paarse grondverf van de jaren 90. Iedereen kon samenwerken en de markt, als die zijn werk deed, dan werden we allemaal wel gelukkig. En dat is wel iets, hoewel ik helemaal niet zo politiek ben, waar ik van af moet komen of zo. Ik ben natuurlijk opgegroeid met het idee van, oké, er is gewoon één safe bet. En dat is dat je je middelbare school afmaakt, je rijbewijs haalt, gaat studeren, je studie afmaakt, goede stages loopt. Genoeg gereisd en een paar vriendjes en vriendinnetjes hebt en dan ga je een huis kopen, ga je trouwen, kan je kinderen krijgen en dan ga je gewoon werken. En uiteindelijk werkt dat dus helemaal niet meer. Want en dat is wel iets wat ik echt van de crisis heb geleerd of heb gezien, dat die safe bed dus eigenlijk helemaal niet bestaat. Nou, ik moet eerst zeggen, ik voel niet heel erg de behoefte om de generatie van mijn ouders de schuld te geven van alles wat nu fout gaat. Dat hebben ze wel natuurlijk. Wij komen uit een tijd die heel erg over individualisme ging. En me en ik en onze carrière. En we willen dit bereiken. En we zaten lekker in die bubbel en het ging hartstikke goed. En nu is het crisis. En daarin zie je dat mensen toch steeds bewuster worden dat je onderdeel bent van een geheel. Iedereen maakt er wat van.
En dat is niet zozeer alleen maar wij als architect, maar ook gewoon mijn nichtjes die dingen aan het haken zijn en aan het koken en garage sales aan het houden zijn en dat weer op Facebook posten. Het is meer, je kan het ook zien als meer een can-do mentaliteit. Meer aan de slag gaan met dingen en niet alleen maar die grootse wereldanalyses over dat het systeem niet eerlijk is en al dat soort dingen. Maar meer aan de slag gaan en zeggen, nou ja, laat ik biologische braadworsten gaan verkopen en het wereldvoedselprobleem en de klimaatproblematiek in één keer verhelpen. Zoiets. We gaan vrijwilligerswerk doen, we gaan met een dakloze op pad, omdat het ook weer een belevenis is. En omdat je dan weer een breder wereldbeeld krijgt. Dus ik zie, en vervolgens past er natuurlijk ook bij dat je dat deelt en dat je die belevenis mooi weergeeft. Dus daar geloof ik erg in, dat we allemaal heel bewust belevenissen aan het verzamelen zijn. De sfeer van nu is een Instagram-filter. Hè? Ik bedoel, overal gaat een mooi laagje overheen. Dus we hebben het over een generatie die... die begrijpt al dat we naar een nieuwe tijd gaan en ook een beetje die nieuwe tijd al belichaamt, maar nog niet helemaal, want ze hebben ook nog te maken met het oude systeem. Deze generatie heeft denk ik ook wel een sterke hang naar romantiek en nostalgie en noem maar op. Voor mij staat dat direct in verbinding met dat die zoekende houding, zeg maar, die we hebben met z'n allen en daarin ook teruggrijpen naar vroeger en naar dingen die je misschien uit je eigen jeugd nog kent of die jou inspireren van de levens van je ouders of je grootouders. Daar een bepaald veilig gevoel bij hebben. Dat zie ik ook onwijs veel om me heen en daar doe ik zelf ook graag aan mee. Ja. Meet me in the morning. 56 and Wabasha. Ze zien er wel heel zielig uit. Ja? Ja. Nou, op hoop van zegen. Kom maar goed. Nou, baardkluktijd. Ik moet wel echt eventjes dit helemaal bijknippen, want het kan echt niet meer. En daar. Wat ik heel veel hoor van mannen is dat het begint met dat ze geen zin hebben om te scheren, zeg maar. Dat ze gewoon lui zijn en dan zoiets hebben van... ik ga maar eens even kijken wat dat doet. En dan op een gegeven moment, als hij dan wat langer wordt, dat ze dan bijna een beetje als huisdier gaan zien, weet je wel. Dat ze er echt van beginnen te houden. En dat ze, dat het ervoor zorgt dat ze zich mannelijker voelen. Dat hoor ik gewoon op dagelijkse basis eigenlijk wel van klanten die bij mij in de stoel zitten. Je hebt natuurlijk heel erg trends, weet je, in kleding, mode... uiterlijk, noem maar op. Dat is de eerste laag, zeg maar. En daarin wordt er altijd om de 20, 30 jaar wordt een beetje herhaald eigenlijk. Maar dan een nieuwe uitvoering bedacht. En in de jaren 70 had iedereen natuurlijk baarden, zeg maar. Dus het is nu eigenlijk weer een beetje die tijd dat weer herhaald wordt. En dat er weer een frisse blik op is. Dus ik denk dat het daar ergens wel begonnen is. Dus dan pak jij er één wet shave en jij een wet shave. En dan begint Celine met die starskin hutch en die komt dan daarna naar jou toe. Dus het kan wel zijn dat ze, want ze probeert een half uur, maar ze is natuurlijk nog ietsje langzamer. Ja, maar... Dus het kan zijn dat ze dan ietsje uitloop heeft maar en verder echt praktisch voel. Ik heb vroeger wel een echte baan gehad. Ik heb heel veel in de zorg gewerkt, verpleeghuizen, thuiszorg, noem maar op. Ik sluit ook zeker niet uit dat ik daar ooit weer naar terug ga. Maar voor mij is juist het ondernemen en eigen baas zijn is een manier om niet zo afhankelijk te zijn van die crisis. Ik denk dat er wel verbanden zijn te leggen tussen de crisis en de opkomst van meer ambachtelijke vakken. Ik denk dat het met name eigenlijk te maken heeft met een hernieuwde liefde, zeg maar, voor handwerk en voor echte ervaringen. Zeg maar. En ja, wat is dan beter dan een vak wat al meer dan een eeuw bestaat? Zeg maar. Ja, dat is fantastisch om daar dan op terug te kunnen grijpen en een nieuwe frisse versie van te maken.
Dus deze hou je helemaal uitgevouwen, omdat het een klein handdoekje is. Oh, okay. En zo. En het bovenste gedeelte gaat over zijn snor. Dus dat leg je eerst neer. Leg het op zijn snor. Ja. En gewoon zo. Dus je laat hem nu vallen. Yep. En de andere kant doe je precies hetzelfde. Dus het is eigenlijk allemaal online begonnen. Ik had op een gegeven moment het idee bedacht en toen dacht ik van ja, maar ik kan dit nog helemaal niet. Dus waar ga ik dan beginnen in vredesnaam? En toen heb ik het gewoon ingetikt op Google. Iets van how to shave of straight razor shave. Zoiets heb ik ingetikt en toen gewoon echt alles wat los en vast zat erover bekeken, gelezen. Dit is bizar. Backhand is gewoon een van de... Reverse backhand is het zelfs. Een van de moeilijkste grepen om onder de knie te krijgen. En je ziet gewoon dat hij het echt met zijn ogen dicht nog kan. En ik weet nog dat ik dit voor het eerst zag en dat ik dat zo impressive vond. En zo mooi om te zien hoe één die man met zijn gereedschap is, zeg maar. Echt heel tof. Je hangt die maar om je schort. Zeg maar om je... Wim, dat is om je handen allemaal goed droog te houden. Ik noem mezelf altijd ondernemer. In de breedste zin van het woord. Omdat ik op dit moment heb ik een barbershop. Hiervoor had ik een winkel waarin ik werk van jonge Nederlandse ontwerpers verkocht. En misschien is dat over 2 jaar wel weer een slagerij. Ietsje minder hard drukken. Als er echt een mega crisis uit zou breken, waarin er helemaal niks meer zeker is, dan denk ik wel dat ik zou kunnen overleven. Want mijn skill is niet zozeer één beroep of één sociale vaardigheid of noem maar op. Maar eigenlijk juist om op een creatieve manier kansen te zien en die te grijpen. Handeltjes zoeken, hosselen. Ja. Nee, maar het rare is, ze merken steeds meer werkloosheid. Maar er is superveel werk te doen. Misschien is er niet veel werk, maar er is wel veel werk te doen. Dus het is raar. Dat je niet meer alleen maar grondstoffen verspilt en samen laat klonteren, zodat je ze op de vuilnisbelt gooit en niet meer kan wegmaken. Hier zie je eigenlijk al onze leden, of in ieder geval het grootste deel van onze leden. Het zijn er nu 300 in Amsterdam. En naast dat we een online platform hebben waar je al die leden dus kunt vinden en kunt matchen en zo. Zie je hier gewoon even heel fysiek al die kopjes bij elkaar. En dat maakt wat de hub is. Kijk, wat we uiteindelijk willen is dat deze mensen succesvol worden. Ze hebben allemaal ideeën om een bedrijf te beginnen wat de wereld verbetert. Maar ook hun eigen portemonnee verbetert, maar ook de wereld. De wereld verandert zo snel. Je kunt niet meer vertrouwen op de overheid dat die sociale functies verzorgt. Laat staan sociale innovatie. Dus op onderwijs, op zorg, op duurzaamheid, op ontwikkelingshulp, op wijkenbinding, op zeg maar klimaat of vastgoed. Eigenlijk op alle grote sectoren is enorm veel verandering nodig. En wij geloven erin dat zeg maar, juist die start-ups, die kunnen juist zeg maar, vaak openbreken. Die zijn niet zeg maar, gehinderd door bagage, door allerlei belangen. Die kunnen met nieuwe initiatieven komen waar een grote corporate gewoon niet mee kan komen. Thank you. I mean, if you look at this old phones, how they are being produced, and if you would think of producing them in a way that would... Wat zie ik gebeuren, wat doen jonge mensen op dit moment, als je dus geen baan kan krijgen in de bestaande arbeidsmarkt, en dat je dan aan de slag gaat met je eigen idee, met je eigen initiatief. Wat je dus ziet is dat binnen al die wereldsteden zijn er groepen mensen die eigenlijk het creatieve element, het ondernemende element en zeg maar een soort visie van een andere economie zeg maar, combineren en zeg maar, samenkomen om daar initiatieven in te ontplooien. Er zit ook een bepaalde romantiek aan als er een soort als er overmacht is. En dat iedereen nu het idee heeft dat er iets is dat groter is dan zichzelf. Het feit dat iedereen zegt, ja, ik kan er niks aan doen. Dat dan ook de rest zegt, ja, maar jij kan er ook niks aan doen. Het is de crisis. Toen ik wilde solliciteren voor een baan als advocaat aan de Zuidas, toen werd ik niet aangenomen. En toen besloot ik daarop om dan maar op reis te gaan. Ik ben door Afrika gereisd, door Hoorn van Afrika, en heb ik vervolgens een boek over geschreven. En toen ben ik ook achtergekomen dat die baan eigenlijk iets was wat ik helemaal niet wilde. Dus wat dat betreft ben ik de crisis eigenlijk dankbaar. En dat is denk ik ook het voordeel van opgeleid zijn als kunstenaar. Ik had sowieso geen enkele verwachting van mijzelf in het economische spectrum van de wereld.
En nu heeft niemand dat meer. Dus ik was sowieso al de sjaak. Aangezien ik nooit een baan heb gehad en ook niet ambieer om in de toekomst een baan te hebben, denk ik dat mijn grootste angst altijd is van, god, ik hoop niet dat ik een baan moet gaan zoeken. Nou, ik heb nog nooit een baan gehad. Ik werk wel. Ik denk dat werk en werkeloosheid dus heel erg, dat het begrippen zijn van een tijd dat dus banen opgesloten zaten in grote bureaucratieën en grote bedrijven. Nou, daar zijn al, die banen zijn vrij. Je kunt op heel veel manieren, kun je op een zinvolle manier werk organiseren rondom jezelf. Ja, ik ben denk ik elke dag ben ik al een paar keer werkeloos. Toch? En ik vind ook elke dag vind ik weer een paar keer mijn baan. Kijk, deels zitten we in een oud systeem die allerlei rechten niet meegeeft. Hè? Dus het is lastig om aan een hypotheek te komen als je freelance werkt of heel flexibel werkt. Nou, pensioenopbouw kan je überhaupt vergeten. Maar dat zijn allemaal argumenten omdat we nog in het oude systeem leven. Hè? Omdat we nog allerlei arrangementen hebben van de afgelopen 100 jaar. Fantastische arrangementen voor vorige generaties. Nu wil je flexibeler je arbeid inrichten. Hè? Dus je wil moderner gaan werken. Je wil op andere manieren je levensonderhoud voor over 30 jaar organiseren. Maar dat houdt het systeem nog tegen. Hè? Dus wij hebben natuurlijk met z'n allen nog steeds iets opgebouwd waar je niet zomaar van afkomt. Waar wij steeds minder aan hebben. En eigenlijk willen wij het anders gaan organiseren. Maar dat brengt het oude systeem weer in gevaar. Ik denk dat ik eerder ontevreden ben met hoe de politiek ermee omgaat dan hoe de mensen er zelf mee omgaan. En ik denk dat ik me daar meer zorgen over maak. Als we verwachten van de overheid moet dit voor ons oplossen en wij gaan wachten totdat zij de economie uit het slop trekken, dan heb ik er wel grote zorgen over. Ja, ik geloof daar niet zo in. Ik geloof niet zozeer in een soort van bovenaf geregisseerde. Het heeft wel effect, maar volgens mij zijn die effecten minimaal. Ik geloof veel meer in veranderingen die gewoon door mensen zelf wordt geïnitieerd en impact kunnen genereren. Kijk, wat de toekomst ook gaat brengen, ik weet dat we altijd wel kunnen overleven. En dat we ook gewoon op een goede manier kunnen overleven. Het gaat er gewoon om dat je dan creatief omgaat met de omstandigheden. En dat vind ik dan wel het mooiste. Dat het doel eigenlijk voor mezelf is om een boom te kunnen zijn die gewoon lekker voortzwiept met hoe de wind en de storm zich presenteert. Ja, je doet hem zo open. Het belangrijkste als je gaat dumpsterdijven is dat je je ogen goed open houdt. Want je vindt het eten in de bakken. En je moet weten wanneer de bakken op welk moment buiten staan. Dus het is belangrijk dat je daar onderzoek naar gaat doen. Dat je op bepaalde momenten uit huis gaat om te gaan kijken waar die bakken staan en op welke tijdstippen. Heel veel groente en fruit kom je vooral tegen. Ja, je komt heel vaak zoveel tegen dat je niet eens mee kan nemen. En is het echt, in het begin kwam ik ook heel erg aan. Bij mij in de hoek zit een croissantwinkel en twee keer in de week stonden er 100 croissants zaten in de bak. Ja, okay. Daar moet je wel mee oppassen met de dumpsterdijver dat je af en toe wel een beetje dik kan worden. Mango's. Oh, zo lekker. Bij bakkerijs kan je heel vaak gratis het eten vragen. Want ze vinden het ook zelf heel erg zonde om dat weg te gooien. En dan om 6 uur, als de laatste klant daar geweest is, dan gaat de deur dicht. En dan klop jij aan. En dan krijg je al het brood, kan je dan, bij wijze van spreken, kan je dan meekrijgen. En het is net alsof er een switch omgezet wordt. Zo van, ja, nu zitten we in het geldsysteem. En dan opeens zitten we er buiten. En dat is een hele rare gewaarwording. Dat je die twee werelden kan leven. Wat heb je dan? Nou, voor de vegans. Hè? Heel veel vlees. Vis. Dit is nog prima. Een soort schatkaper. Oh, gaten. Nou hebben we de rest van het eten verpest. Ja. Okay. Er wordt gewoon ontzettend veel weggesmeten. Het is onvoorstelbaar. Het probleem is dat wij niet eens echt weten hoeveel er weggegooid wordt. Want bedrijven hoeven dat niet openbaar te maken. Dus bedrijven vertellen ook helemaal niet hoeveel ze weggooien. De enige bedrijven die graag vertellen hoeveel ze weggooien, zijn de bedrijven die weinig weggooien. Maar dat zijn er maar een paar. Dus in dit soort dingen, ja.
is eigenlijk is het schandalig. Je zou er eigenlijk een boete voor moeten krijgen. Veel vlees. Veel. De broodjes. Dit had een waarde van geld op het moment dat het in de winkel was. Op het moment dat ze het in de vuilnisbak doen, heeft het voor hun geen waarde meer. En wat wij dan doen, is we halen het dan weer eruit en we geven er weer een nieuwe waarde aan. De waarde die je eraan geeft, is wat je, de plezier die we hier aan hebben vandaag. Het is gewoon ontzettend leuk om eten te verzamelen. Het is een hele andere manier van mens zijn dan de gangbare manier door een consument te zijn. We zijn nu echt we zijn verzamelaars vandaag. Het is ontzettend verslavend. Oké. Ja, geld is natuurlijk wel belangrijk. Ik vind het ook... het irriteert me ook wel eens als mensen zeggen dat geld helemaal niet belangrijk is. Want dat zeggen ze dan vaak als we op een terrasje ergens zitten. Denk je, oké, maar moet ik dan jouw cola betalen? Verdienen? Niks. Omzetten, wat meer. Nee, ja, ik denk... ik verdien... Wauw. Ja, dat is heel verschillend eigenlijk. Maar ik kan er genet van leven, in die zin. Maar ik kan er heel veel dingen van doen. Mijn moeder moest huilen, bijna, toen ik vertelde hoeveel ik dus vorig jaar had verdiend. En toen had ze gelijk gezegd, ik heb €500 op je rekening gestort. Nou ja, volgens Den Haag is die crisis dus minder kunnen kopen, minder banen, minder geld. Ja, ik zie dat helemaal niet. Dus die crisis betekent ook dat je meer tijd hebt, meer gemotiveerd bent om samen dingen dan maar zelf te gaan organiseren. Nee hoor, hartstikke goed. De leukste reis is de budgetreis. We zijn nu gewoon op een hele lange budgetreis. Eigenlijk is tijd ook een consumptiegoed. Het is iets wat je kan kopen. Je kan ervoor kiezen om een baan te nemen, minder te werken, minder te verdienen, minder status te hebben. Maar je krijgt er wel tijd voor terug die je mag indelen zoals je wil. Je mag omgaan met de mensen die je interessant vindt, als ze jou hopelijk ook interessant vinden. John Maynard Keynes, 1929, schreef een essay. In 2030, 100 jaar later, zijn we 4 tot 8 keer zo rijk. Nou, in werkelijkheid zijn we nu geloof ik 5 tot 6 keer zo rijk. En dan kan de werkweek ongeveer 15 uur zijn. Nou ja, wat hebben we gedaan in de tussentijd? In de afgelopen 30 jaar zijn mensen alleen maar drukker geworden. Wat doen we? We zetten voortdurend onze welvaart om in nog meer troep die we niet nodig hebben. Om indruk te maken op mensen die we eigenlijk niet zo interessant vinden. Dus eigenlijk een heel merkwaardige vorm van vooruitgang en zingeving hebben we daarin overgehouden. Nee, ja, ik... Ja, dit gaat zo fucking idealistisch klinken. Nee, kijk, wat ik wil is, ik hoop dat mensen over 100 jaar terugkijken op deze tijd en dat ze denken, wat een waanzin dat het geld dat er was op die manier verdeeld werd. Dat hoop ik. Want ik hoop ook dat geld gewoon waardeloos is voor mensen. In de zin van dat het je in staat stelt om te doen wat je graag doet, maar dat je er niet alleen maar mee... Je hebt die uitspraak. Geld is de wortel van al het kwaad. Maar wat is de wortel van het geld? Dat zijn wij, weet je wel, en hoe wij met geld omgaan. Wat kunnen we doen zonder geld? Wat zijn de mogelijkheden als er geen geld is? Wat voor resources hebben we dan? Kunnen we dingen opbouwen die misschien echt nog zijn opgebouwd uit mankracht of ideeën en niet in eerste instantie uit geld? Nou, dat soort nieuwe aspecten, hè, dus dat je niet meer iets wil bezitten, maar eigenlijk wil gaan delen. En dat je op zoek gaat naar allerlei creatieve oplossingen met elkaar, hè, met verschillende disciplines tegelijkertijd. Ja, dat zou je feminine karaktereigenschappen kunnen gaan noemen. Status is voor mij veel meer krachtige ideeën, gedachtegoed en op een, misschien wel op een inspirerende manier met je omgeving omgaan. En voor mij zit status daarin en dat duidelijk... aan je omgeving laten zien wie je bent en wat je te bieden hebt. En niet alleen maar het feit van, ik heb geld en jij niet. En daarmee koop ik zo'n grote auto dat ik jullie allemaal plat kan rijden als ik dat wil. Ik heb een auto, maar die auto is niet alleen van mij. Dus ik heb een volkstuin, is niet alleen van mij. Dus ik heb een huis, een tweede huis. Super deluxe, maar die deel ik wel met veel mensen. Ja, dus ik deel eigenlijk alles. Ik heb ook helemaal geen behoefte. Sterker nog, ik heb en geen behoefte om dat allemaal te bezitten. En ik vind het heel tof om het allemaal te kunnen delen.
Vroeger was een eigen kamer hebben, hè, dan had je het gemaakt binnen de organisatie. Nou, met nieuwe werken gaan we flexibeler werken, we hebben niet meer onze eigen werkplek. Nou, dit zijn allemaal elementen, hè, ook weer, die aangeven dat, nou, waar een masculine samenleving die status heel erg belangrijk vindt en die ook beloont en die ook in zijn cultuur opneemt. Nou, nu we dat loslaten met z'n allen, dat soort manieren niet meer effectief zijn en dat we anders gaan organiseren, is ook een begrip als status wordt een heel ander begrip. Hè. We gaan op andere manieren ons manifesteren. Nou, ook dat zou je dus een kanteling kunnen noemen van, nou, masculine waarden naar feminine waarden. En dat is voor een paar mensen wel slikken, denk ik. Ik denk ook overigens dat meer wordt gelet op een soort maatschappelijk toegevoegde waarde. Zo van, vroeger was het van, oh, je bent, maakt niet uit waar je rijk en groot was mee was geworden. Als je er maar rijk en groot mee was geworden. En nu wordt volgens mij ook wel een beetje gekeken naar, heeft de samenleving er wat aan? En dan is het iets waar we allemaal wat aan hebben. Ja, bijen die handelen uit altruïsme en niet uit eigen belang. En wij mensen hebben heel lang wel uit eigen belang gehandeld en uit egoïsme. En als wij onze eigen belang eens opzij zetten en het grotere belang voor de ecosystemen aan zich voorop stellen, ik denk dat we dan heel anders gaan leven, gaan handelen. En dat daar dan wel degelijk mooie dingen uit voortkomen. Vallen ze allemaal in de doos. Als het goed is. Nou, we hebben ze net heel voorzichtig erin geveegd. En we wachten nu tot alle bijtjes de koningin gevolgd zijn. De koningin zit al in de doos. En wat ik zo mooi vind is dat je ziet ook dat het echt één organisme is. Dus dat het eigenlijk geen individuele bijen zijn, maar dat ze gezamenlijk één levend organisme vormen. Eigenlijk een soort van kloppend hart. Ik had een goede baan, ik had een vast contract en op een gegeven moment vond ik het ook zelf wel tijd van, ik kies helemaal voor het vrije bestaan en ik ga echt mijn eigen projecten initiëren, ja, die bijdragen aan het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving en probeer daar dan ook van te kunnen leven. Lukt het? Nou, het gaat goed. Heel voorzichtig. Op een gegeven moment was ik een soort wandeltocht, bedevaartstocht naar Santiago aan het maken. En toen kwam ik in een bepaald tempo waarin ik veel meer mezelf in tune voelde met de natuur. Dus veel meer het tempo van de natuur aanhield. En daar kwam ik toen pas achter van, wacht eens even, die snelheid van de natuur, daar moet je echt een paar dagen in zitten. Wil dat helemaal tot je doordringen. Ja, dat heeft uiteindelijk uitgemond, we zijn inmiddels een paar jaar verder alweer, in de eerste pilot waar we nu aan werken in Nederland. En uiteindelijk moet het een heel netwerk worden van natuurhubs, duurzaam, zelfvoorzienend. Dat combineren met hoogwaardige technologie. En zie daar, je hebt de perfecte werkplek voor de mens van nu. Hier is de plek waar we straks een solar farm gaan neerzetten. Zonnepanelen. En hiervoor zie je een plek waar we vuur maken. Heerlijk vergaderen is dat. Nou, hier komen dus boomhutten. Ja, wat we dus eigenlijk uiteindelijk willen is dat je hier ofwel kan gaan zitten werken, vergaderen. Maar misschien dat het ook een slaapplek kan zijn. Het hangt een beetje vanaf welke boomhut welke functie krijgt. Ja, ik zit hier heel vaak op een open plek. En dan er is gewoon helemaal geen geluid. Dan ga ik gewoon zitten. En, ja, die stilte, die ook geen stilte is, want je hoort natuurlijk gewoon natuurgeluiden. Ja, die is waanzinnig. Ja, fantastisch. Als je dus de 20e eeuw ziet als de eeuw van de vooruitgang, dan zie je de 21e eeuw als de eeuw van de bezinning. Zo'n soort van een orgaan. En nu gaat het erom, hoe gaan we dat vormgeven? Hoe gaan we de verhalen die we onszelf hebben verteld, hoe gaan we nieuwe verhalen vertellen die ons als samenleving in een nieuwe tijd gaan plaatsen? Someday my pain. Je
kunnen ze hier een beetje op adem komen. Een bijvolkje gered. Heel snel maak je vrienden. Het is toch minder gek van mag ik je postadres, mag ik je Facebook ding. Dus iedereen reist heel veel. Dat was het toen ook al. Alleen nu is het van, oh, dan heb je weer 10 Facebook vrienden erbij. En dan krijg je weer die van, hey, een vriend van mij komt naar Amsterdam dit weekend. Kan je bij jou slapen? En zo gaat het eigenlijk continu. Ik ga nooit meer in een hotel ergens waar ik ben. En ook geen enkele van mijn vrienden die gaat nog in een hotel. Je hebt een soort vrienden over de hele wereld. Als je nu ondernemend bent en ook... ja, ook met naar andere mensen durft toe te stappen via bijvoorbeeld een site als Airbnb, waar je goedkoop bij andere mensen een kamer kan huren. Of Peerby, een bedrijf waar je apparaten van elkaar kan lenen. Of Snapcar, waar je een auto van elkaar kan huren. Dan kan je natuurlijk heel veel bezuinigen. Die gang naar iets kleinschaliger, iets persoonlijker, iets zelf doen, iets zelf verbouwen, bij wijze van spreken. Heeft volgens mij is meer een soort... reactie op de anonimiteit van het leven in een vrije marktkapitalisme, dan een nostalgie naar, oh, wat was het gezellig in de jaren 50. Ik word heel zelfverzekerd van het idee dat ik handen heb die meer die kunnen maken en breken, die meer kunnen dan alleen maar de telefoon opnemen en typen, maar die ook echt eten kunnen maken en kunnen verbouwen en die weet je, wat kunnen timmeren en kunnen breien. En het idee dat je toch voor jezelf kan zorgen op een ander niveau. En dat niet alleen maar uit winkels hoeft te komen waar je heel erg afhankelijk van bent. Het is makkelijk om online te leren wat we eigenlijk vergeten zijn. Dus of dat nou tuinieren is of mooie artisanale broden bakken of bier brouwen. Je ziet dat het iets is dat heel erg weer wordt opgepikt. En eigenlijk vanuit een soort do-it-yourself mentaliteit wordt toegepast in de stad. Ja, ik zie wel dat mensen weer echt steeds meer zelf dingen gaan maken. Zelf willen weten hoe dingen in elkaar steken. En vooral ook willen weten wat er achter een product of een gebouw zit. En wie de maker is. Ten eerste ga ik ook kijken van, nou, kan ik het zelf maken? Hè, dat is dan het mooiste. Nou, als dat niet kan... dan ga ik kijken van, nou, is het ergens in een fabriek op de lopende band gemaakt? Of heeft iemand zijn tijd en energie erin gestoken? Nou, dan koop ik liever iets waar iemand zijn tijd en energie en liefde in gestoken heeft, dan dat het van een lopende band rolt. You can brace if you're ready, Link. We zijn aan boord van de Tres Hombres nu, de werelds enige zeilende vrachtschip die regelmatig de oceanen bevaart, totaal zonder motor, twee masten. En met dit schip zijn we bezig een revolutie in de transportsector te veroorzaken. Het is 2000 geweest, kwamen Andreas en en Arjen en ik elkaar tegen. Een oversteek op de Atlantische Oceaan. En daar voeren we in 30 dagen de oceaan over zonder motor. We zagen natuurlijk al die motorschepen wel langskomen. Die ook die kant op moesten. Met grote rookpluimen. Toen zeiden we tegen elkaar, ja, dat kunnen wij beter. Dat kunnen we duurzaam. En puur met windkracht. De vraag naar biologische producten en de verdere producten, dat is de enige markt eigenlijk die nog aan het stijgen is, die nog aan het groeien is. En dan hetgene wat dat allemaal mist om de kring gewoon van een product, een cyclus rond te maken, is het vervoer. En dat zijn wij dan. Dus als je dan biologische wijn uit Zuid-Afrika drinkt, dan ben je gewoon niet goed bezig. Omdat wat jij de grond in Zuid-Afrika niet toevoegt, dat gooi je bij het transport. De lucht in, gewoon. Het is vooral de beleving dat zo belangrijk is. Zie, je kan wel een pak koffie ergens weghalen.
over chocoladerepen kan je kopen bij in de winkel. Maar weet je waar die vandaan komt? Nee? Daar is geen verhaal achter. Ik denk dat je dat dus ook ziet bij, de producten van de Tres Hombres, waarin bonen zitten, cacaobonen, die dus gewoon werkelijk emissievrij van de Dominicaanse Republiek naar Nederland zijn vervoerd. Producten die samengesteld worden in een fabriekje in Amsterdam-Noord op traditionele wijze met een paar machines van 100 jaar oud. Dit is een symbool, dit is een ambassadeur voor een nieuwe wereld waarin andere maatstaven gelden. Je kunt ook in zekere zin zeggen dat we in plaats van met onze tijd mee tegen de tijd ingaan. Ik zie dus de vaat rum uit de Dominicaanse Republiek en zakken cacao. Dus ja, prachtige lading. Ik zie als een van mijn dromen over 10 of 20 jaar, dan is het gewoon mogelijk om overal te komen per zeilschip. Maar alleen de vracht die werkelijk vervoerd dient te worden, omdat het ergens waar het heen gaat bijvoorbeeld niet groeit of niet is. Maar niet vracht wat vervoerd wordt omdat het ergens anders goedkoper is, omdat de mensen minder betaald krijgen. Dat slaat namelijk nergens op. Ik geloof, ja. Ja, dat voelt echt bijna zo als... Hallo, ik ben Petra en ik ben alcoholverslaafd. Dat is een goede vraag trouwens. Wat zijn je principes? Ik wil eigenlijk al meteen gaan googlen om te kijken van wat kan ik nu hierop antwoorden, omdat het zo definerend is. Voor mij speelt mijn geloof zich, speelt zich veel minder af op het vlak van dit mag wel, dit mag niet. Wel of niet trouwen, wel of geen seks. Dat zijn voor mij, is dat niet waar mijn geloof echt om draait. En mijn geloof draait eigenlijk veel meer om het goede zoeken voor elkaar. Geen misbruik maken van elkaar. Wij zijn niet meer die generatie die met bordjes op de dam gaat staan van weg met de kernwapens of zo. Dat is iets te abstract of te ver gezocht. Het is volgens mij totaal nou dan om te zeggen, ik doe dit omdat ik geloof dat de wereld beter moet worden. Wat je wel ziet is dat mensen in kleine niches zeggen dat het beter moet worden. Dus ik ga niet de hele wereld verbeteren, maar ik ga er wel voor zorgen dat er minder voedsel wordt weggegooid in Amsterdam of zo. Dat soort kleine projecten zie je wel heel veel. Een t-shirt komt niet uit de H&M. Een t-shirt komt van katoen. En katoen moet gesponnen worden en dat moet weer geweven worden of gebreid. En dat heeft een hele lange weg. En die hele lange weg, als je beseft dat voor €5 in de winkel ligt, mogen we ons daar best wel eens over afvragen wie daar dan de dupe van is. Ik denk dat de hippies uit de jaren 70, dat het veel meer monocultuur groepen waren, zeg maar. Of je was voor of je was tegen. En dat de huidige generatie veel verspreider is. Dat vind ik wel heel typerend voor deze tijdsgeest. Gewoon toch een houding van, er is heel veel mis en we hebben niet één oplossing of één overkoepelend utopisch idee van daar moet het heen. Maar trial and error kom je een heel eind. Ik denk dat mensen nu rondom mij inderdaad minder sterk in hun overtuiging staan van zwart en wit, maar misschien sterker juist een overtuiging van grijs tinten. Dat je kan best een abonnement op de Groene Amsterdammer hebben en daarnaast in een Volvo rijden, weet je. Dat sluit elkaar niet uit. Dus ik ben niet tegen de ABN AMRO bank. Ik ben wel voor een coöperatieve bank. Ik ben niet tegen de IND. Ik ben heel erg voor
mijn vriendinnetje die uit Libanon komt. Ik ben niet ideologisch. Weet je, en ik denk dat heel veel jonge stadsbewoners, ja, die zijn gewoon practical, praktisch. We zijn niet ideologisch. We willen gewoon oplossingen. En daar willen mensen ook best aan meewerken. Maar het systeem is toch meer van, nou ja, zij zijn de politici en zij gaan het voor ons oplossen. Terwijl ik denk dat in de nieuwe tijd is het iets van, wij gaan dit oplossen. Niemand in de jongeren die heeft, van de jongeren heeft nog zin om lid te worden van een vakbond of een politieke partij of weet ik veel wat. Maar de vraag is wel of dat verstandig is. Dat is de vraag. Want ik denk wel dat heel veel belangrijke beslissingen nog wel op dat niveau worden genomen. Dus je kan wel zeggen, ja, maar we leven in een postpolitiek tijdperk en dat doet er allemaal niet meer toe. Maar ondertussen gaan ze wel met je pensioenen vandoor. Ja. Kijk, laten we wel wezen, we zijn met z'n allen natuurlijk wel behoorlijk slaaf van het economische financiële systeem. En wij kunnen ieder voor zich een bepaalde keuze maken in hoeverre je daarin mee wil gaan. Lekker koffie. Ik ga lekker koffie drinken. Ja. Paspoort voor Novi. We need to get a passport. This is the old list. It's gonna cost us money as well, a passport. But we haven't checked it in a while. And make a new one. Yes. Get organic formula milk. Why did we need that? I think that we need to get. Open savings account for tickets. See. Spend less money. Well, we've been doing that very well. We spent more less money, like we're now on 30 euro a week. Mm-hmm. Something like that. So that's very good. I've been spending a lot of money in ice cream. But it's okay to give yourself a little treat. Het idee is niet zozeer in ons leven om structureel te zeggen van we willen met zo min mogelijk geld leven. We willen gewoon niet dat geld belangrijk is in ons leven. Als je op zo'n manier leeft, kom je erachter dat je gewoon heel weinig geld nodig hebt. Dat er heel veel dingen zijn die vanzelf tot stand komen. En dat je ook heel weinig dingen hoeft te kopen. Het kopen van dingen is vaak een compensatie voor een gemis wat binnen jezelf zit. En als je niks mist en je hebt altijd genoeg liefde, ja, dan kom je er gewoon achter dat je heel makkelijk gewoon leeft zonder geld. Ja, heel veel van wat we hier in huishouden hebben, dat zijn voorwerpen die we gevonden hebben of gekregen of op een andere manier bij elkaar hebben gescharreld. Zo leven we eenmaal, gewoon zoveel mogelijk recyclen. En het is zonde om dingen weg te gooien, maar het is net zo goed zonde om nieuwe spullen te kopen. We have even, I would say, more than we basically need. And I feel privileged actually. But like in the beginning, like, oh, you need a baby room. And it's like, baby room? Do we really need a baby room? You know, like you start looking how much it would cost to make a baby room and then, you know, like we never really got around getting a baby room, and then later it was like, yeah, we don't need a baby room because he's sleeping with us anyway. And that's what's most natural, and that's what he likes the most, and that's what we like the most. And yeah, but we're still like struggling a little bit, like with the family, mm-hmm. because they do get stressed or they think that you should have like stability, even from some friend of ours that are like also, let's say, alternative. Uh-oh.
Oh, je wilt een tomaat. ¿Qué pasa? A ver. Polo, put him straight. Not this. Yeah, because Robin quit from his old job. And then his family is like, are you crazy? You have a family now. You need to be responsible. Such is the way of the world, you can never know just where to put all your faith and how will it grow. Gonna rise up, bring back holes and dark memories. Gonna rise up, turn mistakes into gold. Het belangrijkste, zoals ik het nu bekijk, over het niet nodig hebben van geld, is toch wel als het aankomt op het opvoeden van onze baby. Terwijl we daar in het begin toch wel zorgen over hadden, omdat de samenleving, familie, vrienden, dokters, toch wel duidelijk maken, ja, voor een baby heb je wel geld nodig, veel geld. We hebben daar heel weinig geld voor nodig gehad. Zonder geld leven is zeker mogelijk, als individu en ook als gezin, ook als samenleving. I'm joking that he's gonna get a millionaire by being a football player. Would we change anything in our life if we will get €1 million? Vacations? Mexico. Yeah. Ja, mijn moeder zegt altijd, ja, je moet denken aan je pensioen. En ik, ja, jij hebt gedacht aan je pensioen en nu heb je bijna geen pensioen. Het enige waar ik echt voor mijn gevoel in moet investeren is in mijn eigen welzijn en in mijn eigen ontwikkeling. En dan zowel emotioneel als op carrièregebied. En ik denk dat daar de echte waarde voor mij in is gaan liggen en niet in mijn bankrekening of in mijn hypotheek of in mijn levensverzekering, die ik allemaal niet heb. Dus je moet je eigen beest kunnen slachten, maar je moet ook een stoel kunnen timmeren. Je moet om kunnen gaan met irritatie en boosheid, dat moet je ook leren. Je moet leren hoe je je vrouw en je vrienden kunt liefhebben en je moeder natuurlijk. Je moet leren hoe je grote groepen mensen kunt mobiliseren achter een mooi idee. Ja, ik ken ze niet precies, maar er zijn vast 50 top skills die je gewoon moet masteren voor een topleven. Ik denk dat we als individu steeds meer zelf kunnen gaan bereiken. Dat het steeds meer in onze eigen kracht ligt om te veranderen dan dat we vroeger een soort van afhankelijkheid hadden. Nou, dat is voor mij een heel positief beeld. Wat niet betekent dat we niet uiteindelijk weer gezamenlijk aan die samenleving gaan werken en gezamenlijk gaan optrekken, maar veel meer vanuit onze eigen kracht dan vroeger de afhankelijkheid die we hadden. Mijn generatie gaat ook weer kapitale blunders en verkeerde beslissingen nemen. En over 20 jaar zullen ze ons aankijken, 40 jaar zullen ze ons kijken, wat hebben ze nou weer voor een potje van gemaakt? Yeah! Ik denk dat de generatie na die van ons alleen maar nog radicaler, vrijer zal gaan zijn. En nog eigengerijder en nog zelfredzamer. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.